Vandaag gaan we nog een leuk dagje Antwerpen doen. Maar wat heb ik gekocht in Antwerpen? Dus dit worden ook de eerste kerstkaartjes die ik schrijf. Goedemorgen, we zijn vandaag vrijdag en ik ben deze morgen opgestaan in Antwerpen in onze hostel. Ik sliep weer samen met mijn zus en nog een ander meisje. Normaal kunnen er meer mensen, maar het is geen zo'n super drukke periode. Hij is wel super leuk in het Sportpaleis, echt waar. Maar vandaag heb ik niet zo goed geslapen, want deze matrassen zijn echt te dun. Frusse kraken. Ik zie zelfs dat een aantal van de bedspijken van het bovenste bed loshangen. Ik weet niet of dat je het kan zien, waarschijnlijk niet. Dus ja, vandaag gaan we nog een leuk dagje Antwerpen doen. Gaan we nog naar kringloopjes in de buurt van Antwerpen. Gaan we waarschijnlijk ook nog even langs Weinheim shopping. En dan keren we terug richting West-Vlaanderen. Zoals je kunt zien misschien ben ik op de meer. Ik ben hier op een bank om te wachten. Dus zit lippen maar. We zijn in Weinheim shopping bij het kerstatelier van Santa. Het is 6 na 7 en we zijn terug thuis. We hebben nog wat gewinkeld in Antwerpen, zowel in Antwerpen centrum als in Weinheim shopping. En we zijn dan ook nog naar een kringloop geweest in Lokeren. En eenmaal thuis terug in Ieper. Rond 6 uur. Zijn we nog naar de garage geweest, want ik had donderdag, of was het woensdag? Nee, ik denk donderdag. Ja, donderdag. Had ik telefoon gekregen van mijn garage, waar ik ga voor mijn auto, dat ze eventueel een occasieauto had staan voor mij. En we zijn die gaan bekijken. Ik zeg wel, omdat ik... Ja, mijn zus was nog mee, maar mijn andere zus is ook gekomen met haar vriend en mijn vader. Omdat zij meer weet van auto's dan ik. Ik weet gewoon, het is een grote, het is een kleine, het is een grijze, het is een witte, het is een zwarte of het is een bruine. Maar wat heb ik gekocht in Antwerpen? Ik heb een baseplaat gekocht van Lego. Omdat ik misschien nog iets wil doen met het Hogwarts kasteel als landschap. Ik heb ook 2 kerstballen gekocht in de kringloopwinkel. Deze. En deze. Ze zijn plastic, dus ik mag ze zoveel laten vallen als ik wil. En een doosje... Met aparte Lego's. Je kan dat dan in de Lego store vullen. En een sleutelhanger van Mickey Mouse. En we zijn in de Lunch Garden spaghetti gaan eten. En mijn zus puree met leukste ballen. Maar ja, ik eet geen puree. Met leukste ballen. En nu ben ik heel blij dat ik in mijn zetel kan gaan liggen. En ik ga ook ondertussen nog mijn adventskalender openen. Maar de hoeveelste zijn we? Ik denk dat we de 8e zijn. Ja, 8 december. Dus ik mag 3 vakjes open doen. Want ik heb 6 december ook nog niet open gedaan. Op 6 december is het een kerstman. Op 7
december is het een eekhoorntje. En op 8 december is het een sneeuwengel, denk ik. Ja, een sneeuwengel. En morgen moet ik naar Oostende voor de Polcongres voor West-Vlaanderen, zodat we kunnen beslissen wie dat we van groen op de lijst zetten voor West-Vlaanderen. Het is gebeurd vandaag, gaat de eerste vlogmisvlog zijn geweest die te laat online komt, want het is nu 7:20 en hij moest online gekomen zijn om 2 uur. Om 6 uur. Zoveel ben ik nog niet te laat. Maar hij is dus nu nog aan het renderen. En morgen komen mijn broers af. En ik bedacht net dat het eigenlijk het ideale moment is om hen een kerstkaartje mee te geven. Maar ik kan morgen er niet bij zijn, omdat ik dus naar Oostende moet. Dus ik ga nu kerstkaartjes schrijven. Ik heb 2 soorten. Dus dit worden ook de eerste kerstkaartjes die ik schrijf, omdat ik ze anders op de post moet doen. Mijn zus was zo lief geweest om mijn was te wassen, maar ja, bij haar was hij niet droog geraakt. Dus hij staat nu even voor de kachel. Ik was even vergeten dat ik nog 2 dingen heb gekocht, namelijk het boek Klik van Rainbow Rowell. Voor 50 cent. Een kringloop bij De Meer in Antwerpen. En ook deze schattige kerstfiguurtjes. Voor 75 cent. Ik weet, de doosjes niet vol, maar voor 75 cent kon ik ze niet laten liggen. Het zijn zo van die Eland rendertjes. Ik denk dat mijn matras van vannacht echt 4 keer of 5 keer in deze matras kan. Mijn matras van vannacht was echt zo dun, dus ik heb een beetje pijn aan mijn onderrug. Maar normaal ga ik dan vannacht echt zo goed slapen. Ik zit echt al heel de dag, denk al van gisteren, met dit lied in mijn hoofd. 1 mysterie, 1000 vragen, dit is het, Gijs Anubis. Oh ja, dat is eigenlijk wel gênant. Ik was mijn oordoppen vergeten naar de singalong. Maar in de pauze was er iemand die... was ik aan het praten met iemand en toen heb ik van haar oordop gekregen, want zij had er extra mee. En ik heb ze dan na de pauze ingedaan. En dan kon ik mezelf zo goed horen meezingen, maar mijn gezang was zo vals dat ik denk dat ik aan twijfel was, wil ik doof worden door het schreeuwen van alle mensen in deze zaal of verdraag ik mijn eigen valse zang. Het werd de tweede.